Dit is het pekelwater wat er nu in gaat. Ja, dat is pekelwater, ja. En is dat om het zout aan te lengen? Ja. Voor wat bepaalde routes die jullie hebben? Ja, we hebben bruggen, viaducten, fietspaden, Moordrecht, Nieuwekerk, tractorroute staat erin, vrachtwagenroute staat erin. Maar ja, wij moeten zeewuizen hebben. De zeewuizen moet ik vullen, dus die ga ik nu instellen. Hoe lang duurt dit werk nou, Johan? Vanaf de fusie eigenlijk al. Dus vanaf 2010. Mm-hmm. Ben ik gelijk in de strooidienst gegaan. Guintof, dan gaat hij een dubbele dosis geven. Oké. Okay. Dat ziet hij gewoon in zijn GPS van heen. Ja, ja, ja. Nou, dit is wel een fietspad dat lekker voor je nier is. Als ik hoop dat je ingewonden wordt. Heb je het wel eens meegemaakt dat je zelf niet meer bij de strooiwagen kon komen omdat het te glad was? Nee, nooit. Nee, dat niet? Nee. Weet je nou zegt van de meest rare dingen die je meegemaakt hebt tijdens het strooien, het meest bizarre? Nog iets leuks voor de geest halen? Niet echt. Het is vooral stil en saai. Ja, meestal. En nog genoeg zout? Genoeg zout, ja. Zeewuizen genoeg. Jongen, je hebt zout achterin liggen. Zou je eitje erin dopen? Nee. Nee? Nee, nee. Ik denk niet lekker is. Nee, het is niet te vergelijken met wat wij in de keuken gebruiken, nee, het zout? Nee, nee, nee. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet aanraden. Okay. Zou je bijvoorbeeld strooien bij min 20 heeft geen zin? Nee. Toevallig zag ik van de week, we rijden nu de wijk Svanla, ja. Bij de Staringstraat was één ijsbaan. Toen zeiden mensen, ja, kunnen ze dan niet één keer rijden? Ja, dat is geen doorlopende straat, hè? Mm-hmm. Dus ja, die pakken wij niet mee in de route. Dit is echt zo doorlopend helemaal. Maar stel, je zou echt wekenlang een gladheid hebben, is het dan wel eens besloten om andere straten te gaan doen? Ja, ja, ja. Is wel eens ook gebeurd. Maar dan is het echt, dan blijft het glad. Ja. Ja, een ander iets waar jullie nog eens last van hebben en waar je eigenlijk niks aan kunt doen is ijzel, hè? Ijzel, ja. Als er gestrooid is en het gaat ijzelen, ja, dan komt dat ijs bovenop dat zout terecht. Mm-hmm. Ja, in principe zou je dan nog een keer eroverheen moeten om te strooien en dan ja, krijg je het weer los. Ja. Ja, het blijft verrassing, hè? Het blijft verrassend, ja. Het weer is altijd fascinerend. Rechts afslaan. Het is toch een aardig stukje wat je gedaan hebt, Johan. Hé? Hey? Het is een aardig stukje wat je nog even met de hand moet doen. Zeker. Hier weer van die heerlijke drempels, hè? Ja, heerlijk, hè?